Welkom in Windmill Valley. Eindelijk eens een spel over Nederland en tulpen. Oké, er zijn er wel een aantal andere, maar toch, dit is een groot spel waarbij zowel Nederland als de tulpen centraal staan. En dat is toch leuk om te hebben. Daarnaast is het ook nog in het Nederlands beschikbaar, dus dat is nog een extra voordeel. Nou, in Windmill Valley ga je proberen zoveel mogelijk punten te verzamelen. En dat doe je door de tulpen zo slim mogelijk neer te leggen op je eigen spelerspotje. Je wil bijvoorbeeld zoveel mogelijk verschillende kleuren hebben in één kolom. Of zoveel mogelijk dezelfde kleuren hebben in één rij. En nu klinkt het als een simpel abstract spel, maar dat is zeker niet zo. Want er komen nog heel veel andere dingen bij kijken. Je moet rekening houden met de hoogte van het water. Je moet rekening houden met waar je je molens wil plaatsen. Je moet rekening houden met de wielen op je spelersbordje. Want dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van het spel. Als je die slim weet te draaien, dan kun je ook de juiste acties uitvoeren. En kun je dus ook zoveel mogelijk punten verzamelen. Maar goed, voldoende hierover. Hoe speelt het ongeveer? In deze video zullen jullie een globaal overzicht geven van hoe het spel ongeveer speelt. En elke ronde is als volgt opgebouwd. Je begint namelijk met kijken wat je wil gaan doen met de sluizen. Daarna kijk je wat dat doet met de waterstand. Vervolgens ga je de wielen draaien op je spelersbordje. En als laatste ga je een van de acties uitvoeren waar je aan gedraaid hebt op jouw spelersbordje. Nou, de eerste stap is dus dat je gaat kijken naar de sluizen. Dat betekent dat je deze marker mag verhogen of verlagen of op dezelfde plek mag laten liggen. En waar je dat besluit te doen, dat heeft alles te maken met de waterstand. Die gaat daardoor namelijk verschoven worden, op dezelfde plek blijft liggen of hij verschuift naar rechts toe. Nou, op het moment dat je dat gedaan hebt, mag je aan de wielen draaien op je spelersbordje. De plek waar deze marker namelijk ligt, in dit geval is dat 2, geeft aan hoeveel segmenten je door mag draaien op het linkerwiel van je spelersbordje. Op het moment dat je dat gedaan hebt, zie je dat er 2 pijlen op zijn aangegeven. En dat geeft aan dat je 1 van die 2 acties uit mag voeren die die pijlen aangeeft. Nou, wat zijn de acties die je kunt doen? Je kunt bijvoorbeeld de waterstand verlagen, belangrijke actie. Je kunt ervoor kiezen om molens te plaatsen. Iedereen heeft een aantal molens op het spelersbordje liggen. En die molens die geven naast extra scoremogelijkheden aan het einde van het spel, op het moment dat je een segment geleegd hebt, ook je de mogelijkheid om bonussen te krijgen. Als je namelijk een molen mag plaatsen, dan plaatst die grenzend aan het centrale plein of grenzend aan een al eerder geplaatste molen. Vervolgens krijg je de voordelen van de plek waar je gaat liggen op de molen. En daarnaast kun je ook nog helpers inhuren, dat zijn deze kaarten. Die hebben 2 kanten, namelijk een bovenkant en een onderkant. De bovenkant schuif je, als je dat wil gebruiken tenminste, aan de bovenkant in je spelersbordje. En dat levert een blijvend of een eenmalig voordeel op. En aan de onderkant staat een extra manier om punten te scoren. En als je hem daarvoor wil pakken, dan doe je hem aan de onderkant in je spelersbordje. Die wielen waar ik het eerder over had, die je dus gaat draaien, die kun je ook nog beïnvloeden. Je kunt namelijk deze wieldelen kopen en die zorgen ervoor dat de acties die je, waar je uit kunt kiezen steeds sterker worden. En sommige actiemogelijkheden die hebben een plusje daarop aangegeven staan. En dat zorgt er zelfs voor dat je 2 acties uit mag voeren tijdens je beurt. Namelijk allebei de acties van de pijl en niet maar 1 van de 2. Nou, je kunt nog handelen op de markt waardoor je bijvoorbeeld tulpen kunt krijgen of tulpen kunt gaan plaatsen. En die tulpen, als je ze krijgt, leg je onder op je spelersbordjes neer. En op het moment dat je ze plaatst, leg je ze van links naar rechts in dit gebied hier neer. En dit is een belangrijke manier om punten te scoren. Zo krijg je namelijk directe voordelen op het moment dat je tulpen plaatst. Maar als je rijen en kolommen afmaakt, krijg je daar ook punten voor. Al zijn die kolommen wel wat gevaarlijker, want daar wil je zoveel mogelijk verschillende kleuren hebben. Als je namelijk een kolom hebt met meer dan 1 keer dezelfde kleur, dan levert dat zelfs minpunten op. Dus belangrijke manier van punten scoren, maar hou wel in de gaten dat je daar ook een minpunt voor kunt krijgen. Nou, op het moment dat het rad met deze rode spaak een keer voorbij de pijl gaat, dus in dit geval gaat de rode spaak voorbij de pijl, dat zorgt ervoor dat je als het ware 1 ronde verder gaat. En op het moment dat 1 speler helemaal aan de rechterkant van het rondespoor terechtkomt, dat zie je daar linksboven op het speelbord aangegeven, dan is het spel bijna afgelopen, wordt de ronde afgemaakt, speel je daarna nog 1 ronde verder en dan ga je punten tellen. Belangrijke manieren om punten te scoren zijn dus afhankelijk van de tulpen als je deze molens hebt weggehaald uit een gebied. Je krijgt punten voor de kaarten die onder je spelersbordje liggen en natuurlijk voor de tulpen die je geplaatst hebt afhankelijk van de kolom of de rij of je de doelen gehaald hebt van die kolom of van die rij.
Zoals je kan zien ziet Windmill Valley er super kleurrijk uit, maar laat je niet afleiden erdoor, want het is zeker geen familiespel. Er zitten voldoende opties in, dat rad draaien is echt een pittige uitdaging om de juiste acties te krijgen. Gelukkig heb je ook weer fiches die je daar mee kunnen helpen, dus je kunt fiches inleveren om juist een extra stap te zetten of juist een extra stap minder te zetten. En op die manier kom je makkelijker terecht bij de acties die je graag wil hebben. Dus als je op zoek bent naar een niet al te ingewikkeld instap-expertspel, kennerspel zou ik het noemen, dan is Windmill Valley denk ik een dikke aanrader, want het ziet er super vrolijk uit. Het thema is natuurlijk perfect als je in Nederland woont of van Nederland houdt. En daarnaast zit er ook voldoende uitdaging in. Doordat je dat wiel telkens op kunt bouwen met nieuwe wielsegmenten, zorgt er ook voor dat er een goede speelbaarheid in zit. Dus al bij al ben ik heel enthousiast over Windmill Valley en ik hoor heel graag wat jij vindt van Windmill Valley. Zou je het graag een keer willen proberen of heb je het al gespeeld? Laat het zeker even weten hieronder in de opmerkingen, want dan hebben we een mooi rijtje van meningen bij elkaar. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze video en heel graag tot de volgende! Vond je dit nou een leuke video? Word dan lid van de DSV-club via Petje Af. Ja, dan support je ons niet alleen, maar je krijgt zelf ook een heleboel voordelen. Zoals extra korting, nieuwe aanbiedingen, de Telegram-groep die geen moment stilstaat, kerstkaartjes, clubdagen. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Zeker, zie je daar!